respiratie, deel 2. We hadden disseminatie, we hadden fotosynthese en we zijn gaan kijken naar fotorespiratie. Even een stap terug. Vorig filmpje, RUBP, ja, een C5-verbinding, wordt met Rubisco samen met CO2 omgezet in 2 keer een glycerine 3-fosfaatmolecuul, wat een C3-molecuul is. C3, hier komt de naam C3-plant vandaan. Normale planten zijn C3-planten. En die hadden dus last van, naast hun fotosynthese, wat een goede zaak was natuurlijk, die hadden last van fotorespiratie. En met name hoe hoger de temperatuur werd. Hoe hoger de temperatuur werd, hoe meer Rubisco bindingsaffiniteit had met zuurstof en minder met CO2. En daardoor ging fotorespiratie een rol spelen. C3-planten. Wat was de oplossing? Want dit leek natuurlijk evolutionair een dood spoor te zijn. Wat was de oplossing? De oplossing is een C4-plant. En dan gebeurt er iets anders. De fotosynthese, de licht- en donkerreactie, hebben we gezien, zitten normaal in 1 cel. Sterker nog, in 1 chloroplast. Hier wordt het gescheiden. Lichte reactie in de ene cel. En de donkerreactie, Kelvincyclus, in een andere cel. Kijk met mij mee. Dit is mijn cel. Een normale fotosynthesecel van een C4-plant. En dan kom ik zo uit waarom het een C4-plant heeft. Die neemt CO2 op. Dat CO2, dat wordt niet gefixeerd aan RUBP, een C5-verbinding, wat je in je BINAS ziet op 69C. Nee, die wordt gebonden aan pyruvaat. En pyruvaat kennen we nog van de dissimulatie. Pyruvaat is een C3-verbinding. C3 plus nog een C van CO2 is een C4-verbinding. En daar wordt uiteindelijk appelzuur van gemaakt. En appelzuur is een C4-verbinding. Dus, deze plant die dit doet, heet een C4-plant. Waar is Rubisco? Die is er niet. Rubisco zit niet in deze cel. Rubisco is van de plek gehaald waar de zuurstof is, naar een plek gestopt waar er geen zuurstof is. Dit appelzuur, dat wordt vervoerd naar een cel die hiernaast zit. Deze cel is gespecialiseerd in de donkerreactie. Alleen deze cel kan die donkerreactie doen. Tenminste, dit type cel. Wat gebeurt er hier in deze cel? Het appelzuur, dat wordt hier naartoe vervoerd. En dat splitst in CO2 en weer in hetzelfde pyruvaat. Dat pyruvaat, dat wordt weer teruggeschutteld. We hebben een soort lift dus. En dat CO2 is hierheen gebracht. Dat CO2 komt hier in de Kelvincyclus, waar in deze Kelvincyclus, hier op deze plek, Rubisco zijn werk kan doen. En dat Rubisco kan zo goed zijn werk doen, dat dit mechanisme bij hogere temperaturen 8 keer zoveel beter werkt dan C3-plant. Dus deze C4-planten, die zijn 8 keer zo goed in het maken van suikers en daarmee alle andere verbindingen die nodig zijn, dan een C3-plant. En dan weet jij natuurlijk wel waar op de wereld je C4-planten vindt en waar in de wereld je C3-planten vindt. Waar het warmer is natuurlijk, C4-planten, en waar het kouder is en waar dus het voordeel van Rubisco ten opzichte van CO2 en zuurstof minder is, vind je C3-planten. Fantastisch systeem, ja, want deze cel doet dus de lichtreactie en die koppelt dat CO2, koppelt die aan dat pyruvaat, appelzuur, wordt hier naar die volgende cel vervoerd en pyruvaat weer terug. En dan wordt dus dat CO2 afgeleverd bij Rubisco. En dan is er voor de rest niets meer aan de hand. Dan is er dus geen zuurstof. Wat heeft dat voor gevolg? Nou, dit is een huidmondje, dwars dus neem je een blad, bovenkant, onderkant. Dit is het huidmondje. En door dit huidmondje neemt die plant CO2 op. Het kan zijn dat we een beetje vooruit lopen op de zaak naar een volgend thema, planten. Normaal gesproken gaat er dus, ik kan het even intekenen, normaal gesproken gaat hier dus CO2 in. Ja, gaat de plant in. Die ademt door middel van zijn huidmondjes. Dus niet echt ademen, maar dat noemen we wel zo. En hier in deze cellen zijn dus de licht- en donkerreactie gesplitst. Wat is het voordeel? Nou, het nadeel van die huidmondjes is dat daar verliest die vocht door. En je begrijpt natuurlijk ook dat hoe warmer het is, hoe meer jij gaat zweten, hoe warmer het voor die plant is, dus te meer water gaat die plant verliezen. Hoe verder die huidmondjes open moeten,
omdat er meer CO2 in moet, dus te meer die water gaat verliezen. Nou, het voordeel is, omdat dat CO2 hier direct wordt afgeleverd bij Redisco, dat er minder huidmondjes kunnen zijn in een C4-plant, en dat de huidmondjes die er zijn, minder ver open hoeven. Want dat CO2 wat hier binnen diffundeert, wordt toch wel gepakt. En wordt toch vervoerd naar het Redisco. En die plant hoeft hier dus helemaal niet bang te zijn voor een hoge zuurstofconcentratie. En wat er dus voor zorgt, is dat deze C4-plant, gaat veel zuiniger om met water. En heeft dus niet alleen het voordeel dat hij beter zijn werk doet, dat Rubisco beter zijn werk doet bij hogere temperaturen, omdat er geen zuurstof meer te vinden is, en alleen maar CO2, maar een bijkomend voordeel is dat die plant dus veel zuiniger met water omgaat. Nou, wat zijn dan voorbeelden van C4-planten? Bijvoorbeeld mais, of suikerriet. Enorm snel groeiende grassen, die heel snel, vooral als het warm is, een enorm voordeel hebben op C3-grassen of andere C3-planten. Fotorespiratie. Er is dus een oplossing gevonden, maar zoals je merkt, dat evolutionair gezien, niet iedere oplossing is de beste oplossing voor alle plekken op de aarde. Ja, de C4-planten, waar het warm is en waar het lang en vaak warm is, en dus vaak droog, hebben hier een beduidend voordeel. Tot wel 8 keer zo hoog als de gewone C3-planten. Te volgen? Goed, fotorespiratie. Het derde en laatste deel van deze biochemie thema. Veel succes ermee.